Goedendag mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog, oftewel verhuisvlog nummer 1. Ik ben nu even in een andere locatie en vanaf binnenkort ga jullie maar vaker hier mijn vlog zien starten. Dit is namelijk onze nieuwe woning, we zijn al bezig met verbouwen, dus ik ga jullie even een korte rondleiding geven. Ja toch, introductievlog, verhuisvlog. Ja. Laten we beginnen met de tuin. Hier is de tuin. Lopen naar binnen. Lekker ruim. Daar is de keuken. En hier ben ik nu dus bezig. De boy is aan het klussen. Vies aan te worden. Allemaal geen zin. Hoort erbij, hè? Ik heb eindelijk die lekkere draden gevonden. Ik was even hakken. Kijk hoe het loopt. Ik ga zo meteen dit stuk warm, helemaal naar boven. Gaan we weghaken. Hier komt zo'n stalen kozijn. Stralendeur. Stalen kozijn. Met een grote opening. Maar het was belangrijk dat ik dit gevonden. Ik zal toch onderin zagen. Probleem. Ook shockman zijn. Elektriciteit. We zijn deze tent demonteren. En dan gaan we het slopen. Ja toch. Ons moet nu aan het filmen. Het is alleen maar een chill hier. We zijn aan het boven onze laminaat eruit halen. Ik ga zo meteen laten zien. Gaan we naar boven. Kijk, hier is mijn hand bezig hoor. Of ze doet alsof ze bezig is. Ja, ik vraag me af hoe ik het eruit moet halen. Met je voeten. Met je voeten. Oké. Kijk, hier is de grote slaapkamer. Of onze slaapkamer. Master bedroom. Ja. Leuk voor in. Ik ga nog niet vertellen wat we allemaal gaan doen. Het is een verrassing of tenminste. Beginresultaat zien jullie nu. En wanneer het eenmaal zover is, of wanneer ik ermee bezig ben. Ga ik zeggen wat ik ga doen. Als ik nu allemaal moet uitleggen, dan wordt het een hele lange vlog. Maron gaat dus laminaat eruit halen. Ik heb de plint al eruit gehaald. En zij mag de laminaat eruit halen. Naar beneden brengen. Genoeg te doen, hè, schatje? Hè? De andere twee kamers. De badkamer is basic. Dus die gaan we sowieso verbouwen. Maar dat is voor later. En dan gaan we naar onze mooie zolder, die we dus niet hadden in de vorige woning. Dus dat is sowieso al een vooruitgang. Kijk hoe groot het hier is. Een grote zolder, daar kunnen heel veel dingen mee doen. Dus ja man, dat was even die korte rondleiding. En nu gaan we weer verder. Ja? Ga je weer mijn koekjes eten of? Altijd met je middelvinger. Jongen. Nee, grapje, zou ik ook zeggen. Ja. Doe ik met dag? Ja. Vanaf hier moet je beginnen. En dan die kant op. Succes. En mijn neus is wit. Niet dat jullie denk ik gesnoofd hebben of zo, want het is door de stof toch? Ik was bezig met hakken, allemaal stof. Maar dan zei me, hé, je neus is wit. Ik was aan het vloggen, ik had niet eens gezien dat mijn neus wit was. Dus mijn excuses daarvoor. En nu? Even wat eten. Maar dan heeft die kamer nog niet eens klaar. En ze heeft al honger, dus naar mijn eten halen. Toch? Weinig is open, dus we moeten even snel richting de Mac. Ja. Moet niet. Slecht, maar wel even iets. Al eten alleen patatje en salade of zo. Ja. We zijn inmiddels alweer een tijdje bezig. Is misschien niet te zien, want die wand staat er nog steeds. Ging even een Mackie eten, dus vertraging opgelopen. Maar dit is het volgende wat ik heb gedaan. Kozijn is eruit. En nu is het de muur. De wand even eruit zagen. Ik heb al met een zaag heb ik het gezaagd. Ja, logisch. Klinkt logisch, maar het blad was niet diep genoeg. Dus nu moet ik met de andere zaag. Moet ik hem doorzagen. De decoupeerzaag. Ga
Ga even fixen toch. Grappig, dat kan. Precies op Majo. Meten is weten. Ik heb hier de afstand gemeten. En hier uitgestippeld. Lijntje gemaakt. En deze zag ik hier precies op maat, brother. Mijn zoon zegt, waarom zag ik niet vanaf deze kant? Nee, dat gaat niet. Kom niet zo in die hoek. Zo, doe het op deze manier. Hij weet het hoor. We houden het weer volgens zien vandaag. Kijk, een stukje wand is eruit. Ja toch, omdat die opening nu gewoon een stukje groter is. En al het laminaat ligt beneden. Is alleen nog vervoeren. En dan is dat gedaan, fixed. En? Ik ben blij. Met? Dat we een beetje hebben gedaan vandaag. Een beetje. Wow, ja. Ik zie er ook echt moe uit. Ja. Lange dag. Ja, het was een lange dag. Ja, toch? Nu moeten we ook nog onze rommel hier opruimen. Kijk hier. De vaat. Even samen doen. Eten maken. Dat is zo vandaag. De bank die al weg is, dus kan niet chillen. Kan niet laag. Alleen mijn hangstoel. Ik ben blij als dit allemaal voorbij is. Hele gedoe, het verhuizen. Als je eenmaal klaar bent met verhuizen, dan is het leuk. Maar de weg ernaartoe, soms vermoeiend. Dus ja, volhouden. Yes, of niet? Yes, ja, hè? Wat gaan we eten vandaag? Lekker makkelijk. Ja. Kip, hamburgertjes, sla. Kip gehakt, hamburgers. Ja. Lekker. Salade en die groente, asperges erbij, want anders hebben we geen vitamintjes, hè? Oké, klopt. Dus dat gaan we doen. Even snel de vaat fixen. Kijk, inmiddels de volgende dag. Wat we hebben gesloopt moet ook weggegooid worden, toch? Kijk hier, veel troep. Hè? Dag 2. Jongen, jongen. Hè? On the cover, zonnebril, alles. Hè? On fleek hoor, naar Groppel. En we waren de dag dus vroeg begonnen vandaag, maar eigenlijk voor niks. We gaan nu wel even richting kampen. We gaan even voor het gas uitkijken voor onze volgende woning. Voordat we dat gaan doen, voordat wij dat gaan doen, laat ik natuurlijk mijn oudje zien. Hij is weer eens om te beseffen. Jack of Ashiba clothing. Day 2 shirt. Broek ook. En Mason Garments pata. Ja toch, besef die combi even. Zomers. Allee, temperaturen zijn niet zomers. Ben je klaar voor? Ja. Maron heeft mijn jacka aan gewoon. Gestolen. Nee. Geen toestemming gevraagd, maar... jongen, jongen. Leuk. Laten we snel gaan, hè, voordat we te laat komen. De planning was dus een busje te gaan huren, want ik had plinten nodig, zijn lang, zijn 2,50 meter en ik had een houten plaat nodig, want ik kan eigen eettafel maken. Dus ik zei tegen Manon, autoverhuurbedrijf is 8 uur open. 7:50 waren we onderweg, zie ik 2 keer een auto voorbij komen, jij is een auto die ik moest huren. Ik zei hé, voor de grap zei ik. Ik zei ze allemaal al verhuurd. Ze waren natuurlijk 10 minuten eerder. Eindstand komen we daaraan. Zie je nog 1 busje wegrijden? Kom ik binnen? Zegt hij nee man, alles is al verhuurd. Het is gewoon pech. Ze hebben me niet gegund vandaag. Dus nu hebben we een andere planning gemaakt. Die plinten ga ik andere dag halen. Het hout ga ik andere dag halen. Dus daarom gaan we richting Kampen. Gaan we kijken voor een gashaard. En dan helemaal naar Breda voor een bank te kijken. Want de eerste keus, de bank die we wilden hebben. Half jaar leeftijd, gekke huis. Loods 5 zei ze moeten eerst alle kleuren verkocht hebben. Dan gaan ze weer bestelling doen. Het kan zomaar 1/2 jaar duren, zei de naam man. Duurt te lang, 1/2 jaar. Dus daarom gaan we voor een ander alternatief. Manon kwam met iets leuks. En ze kwam met een verre, verre bestemming. Dus zometeen van Kampen richting Breda. Hele rondreis hier al. Het was een leuke lampenset meegenomen voor boven de eettafel. Wanneer ik het ga monteren ga ik het laten zien. Het is een beetje nonchalant, noncha, anders dan normaal. Zet hebben we wel gescoord bij Mode Must Haves. Maar, Mode Must Haves. Manon zegt in elke vlog, ja dit is van Mode Must Haves, dit, dat.
most wanted, weet ik veel. Maar dit is dus gewoon van must-haves, zonder mode. Maar komen we dus achter nog een probleem. Want we hebben een staaltje meegekregen van welke kleur we de gietvloer zouden doen. Maar vandaag pas hebben we hem erbij gehouden. En we vinden hem eigenlijk een beetje donker. Kijk, dit zou dus eigenlijk de kleur worden van de gietvloer. Te bedenken dat dit dan straks wit wordt allemaal. Maar ja, we vinden het, ik weet niet, een beetje donker of niet? Huh, Junkie? Huh? Crack Junkie? Ja, echt hè. Twijfels. Is lastig, is lastig. Misschien beter toch wel een tintje lichter. Tintje lichter misschien, hè? Want we krijgen ook best wel veel zwarte elementen in huis. Snap je? De lampen zijn zwart. Deur zwart. En ik moet niezen. Voor nu gaan we even deze deur fixen. Het is een standaard deur. Boven de slaapkamer en andere kamers hebben we ook een standaard deur. Maar ik wil hem iets aparter maken. Dus ik ga gleufjes, dunne gleufjes, heel ondiep, ga ik erin zagen. Maar we toch een andere soort look in die deur krijgen. Dit is de testdeur. De deur staat hier zo. Die hebben we niet meer nodig. Dus die gaan we als proefkordijn gebruiken. En dit is het tussenresultaat. Kijk, dit heb ik dus net gefixt. Alleen is het nu de vraag, gaan we het wit schilderen? Nu is het donker, maar ik dacht zelf dat ook wit maken. Dus even kijken, maar dan zeiden dit is ook wel tof. Dus even kijken wat we gaan doen. Dit is dus het tussenresultaat. Eerste deur, nog 3 te gaan. Oh ja, trouwens, die grepen, het beslag noem je dat, dat wordt nog zwart. Gaan we andere voor kopen. Dat geeft ook meteen een stoerdere look. Hey boy! Concert thuis, Broerliefde op tv. En ik hield het voor gezien. Morgenochtend gaan we verder met die deur. Ik heb nog 4 deuren te gaan. Maar dat doen we morgenochtend lekker. Nu gaan we heerlijk eten. Lekker gekookt, schat. Ja, hè? Lekkere nasi met saté besteld. Ja, hè? En lekkere muziek op de achtergrond. Tjonge, jong. En zoals ik gisteren al zei, we gingen even die deuren fixen, gingen het afmaken. En nu is het eindelijk tijd om even een rondje te maken op mijn motorfiets. Op mijn Susie, op mijn schatje. Ja, toch gaan we even zo omkleden. Beschermende kleding aantrekken. En voor die andere piepen waar ze blijven. Zo, het is weer lang geleden. Maar vandaag is weer de dag dat we gaan genieten van het weer. Want morgen is gewoon weer vies weer. Dus we moeten genieten, we moeten ervan nemen. Vandaag zonnig, genieten. En jij, wat ga je doen? Jij gaat met mijn mama ga je woonboulevard? Ja, ik ga even meubels kijken, maar eerst werken. Werken? Ja, even iets afmaken en dan ga ik... Noem je dat werken? Vloggen is niet werken, hè? Straks vloggen. Iedereen kan vloggen. Iedereen kan vloggen. Huh? Dat is geen werk. Dat is geen werk, nee. Sorry. We zijn er klaar voor, hoor. Mijn bike is er ook klaar voor. Kijk dan, jongen, jongen. Zijke app nu van accu is van, ja. Dus ik rij wel naar hem toe. Ik was eigenlijk bij hem aan het wachten. Maar hij appt me net van accu is van, ja. Dus ik ga even koekeloeren bij hem. Kijk hoe het daar aan toe gaat. Wat er precies met zijn accu is. Hier zijn we dan, hoor. Kijk, een master barber. Ja, zijn klaar voor, hè? Jongen, jongen. Na lange tijd, toch? Snelheidsduivels. Kijk, hem is gefixt, hoor. Ook een goede bike. Hey, good to go. En dat was het dan weer voor vandaag, mensen. Het was een geslaagde dag. We hebben het leuk gehad. Het was mooi weer. Hopelijk volgen nog meer mooie dagen. Maar aan de andere kant, ik moet ook nog heel veel klussen. Dus voorlopig zit het er niet in voor mij. Misschien gaan we stiekem wel tussendoor glippen. Gaan we gewoon de bike pakken en even motorrijden. Maar ja, eerst bouwen, verhuizen. Dat is belangrijk natuurlijk op dit moment. En dan zien we later wel weer verder. Wat ik nu ga doen, is wel heerlijk slapen. Ik moet morgen weer werken. En daarna weer klussen in het huis. Dus de komende dagen zal best wel druk zijn. Daarom heb ik ook iets minder qua video's. Wauw, ik ben zo moe.
Daarom heb ik ook minder video's geüpload de laatste tijd, omdat ik gewoon heel druk ben. Maar als het eenmaal achter de rug is, gaan we gewoon normale schema's aanhouden. Dus ik ga de vlog ook afsluiten bij deze. Mensen, bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog als jullie het een leuke vlog vonden. En als het goed is, zie ik jullie de volgende vlog weer. Ciao, ciao.